Welkom. De familie Amin zit gezellig bij elkaar op een bank. Ze sammelen haar voor een lange reis naar Limburg. Daar speelt Rewan een wedstrijd met het Nederlands overtal voor spelers om het zandje neer. Omdat het waar in het zuiden net al te best liep, had zus Afin nog even contact met haar broer. Ik vroeg even of de wedstrijd nog doorging en hij zei tot nu toe wel. Dus. En hij speelt? Ja, hij wist de opstelling nog niet, maar de trainer had wel verteld dat hij speelt. Voordat we die kant uit gaan, liet huid Amin de slipkamer van Rewan nog zien. Daar staan een protte foto's onder oren uit de tijd dat hij nog bij Frisia in Leeuwarden speelde. Maar ik huid koe een aardig baltje traapje. Ik heb zelf een hoger niveau gespeeld in eigen land. Natuurlijk in Irak. Ik ben Koerd, kom uit Koerdistan. Maar ik heb een Eredivisie in Irak gespeeld. 7 jaar, maar nooit kampioen geweest. 1 keer derde plaats. 1 keer beker gewonnen. Rewan had het dus net van een vreemde. Maar hij waard al wel een PK kampioen. Onder oren met Jereveen C1, 2 jaar lien. Als Rewan met deze vrije traap onder basis zit van het kampioenskip. We rond naar Joetendai, want het is tijd voor de lange autorit naar Limburg. Het is nou haast 15 jaar lien dat Khalid Amin met zijn gezin vlechtje maast uit Irak. Geen makkelijke tijd. Door de politiek en door de Saddam Hussein hebben we heel erg gehad. Dat was door de hele slechte situatie. Ik moet heel snel. Ik heb me gevlucht in Noord-Irak, in Koerdistan, naar een Turkije. Vanaf Turkije hier in Schiphol terechtgekomen. Dat is heel moeilijk. Dat de situatie wij hebben gehad, dat kan niet erger. Dat was zo erg. Maar ik wil niet ook herinneren die tijd. Lid het maar oer fleuriger zaken hebben de voetbalcarrière van zoon Rewan. Onderwijs hebben we mooi even tijd om het grote dilemma van de familie Amin om te kaarten. Rewan voetbalt het nou bij Jereveen, maar Arsenal, Anderlecht en PSV zitten achter hem aan. Voor mijzelf wil ik graag bij Jereveen blijven. Is het dichtbij. Ik wil graag hij elke avond thuis komen. Ik kan niet hem missen. Voor mij echt moeilijk. Ik vind ook het is te vroeg als hij weg naar een buitenland. Dat is, ik heb hem gehoord ook heel veel mensen naar een buitenland of zo vroeg ze hebben niet gehaald. Ik vind dit ook Heerenveen een mooie club. Maar wij geven alleen advies moet hij zelf kiezen. Dus wij gaan niet zeggen moet jij zo doen of zo doen. Na 3,5 uur komen we on in echt. Rewan is dan al begonnen onder warming up. Hij maakt zelfs de karmaatje van zijn toekomst. Maar wat nou als hij kiest voor Arsenal? Moet de familie Amin dan op nij verhuizen naar een oorlog? Ik vind het ook moeilijk. Ja, ik woon 14 jaar in Leeuwarden. Bijna 15 jaar, dus wij zijn echt gewend in Friesland. Het is een heel mooie regio en een mooie stad. U wilt niet nog een keer verhuizen? Nee, eigenlijk niet. Maar als blijf hij een paar jaar, dat kan hij zelf vallen. Als hij wil een waarheen, het mag niet uit. De grote vraag is, wat vindt Rewan zelfs? Wat wil hij en waar zocht hij zijn toekomst? Bij Jereveen gaat het goed, maar het boetelon lokt. Ja, tuurlijk. Het is aantrekkelijk. Maar je moet doen wat verstandig is. Want ik ben nog jong, denk ik. En een grote club betekent niet betere ontwikkeling. En dan gaat het uiteindelijk om. Dus je kiest ervoor om nog wat langer bij Jereveen te blijven? Ik heb het naar mijn zin. Maar we zien wel wat er gebeurt. Ja, houd je wel een beetje op de vlakte. Ja, ik kan nog niet echt keuzes maken. Ik denk dat ik die ook met mijn familie moet maken. Wat het beste is. Wat ook prettig voelt. Maar zoals ik zeg, ik heb het nu naar mijn zin bij Jereveen. En we zien wel wat er van gaat komen. Rewan voetbalt onopvallend, maar wel goed. Dat is zijn taak als verdedigende middenvelder. De wedstrijd tussen Nederland en Italië is tegen spannend. Hide hem hem, lib je bot mooi. Ja, beste bal man! Nederland krijgt kans op kans, maar er wordt maar net scoort. Huid en Amin worden gek op de tribune. Ah ja, op de lijn weg al, man. Oeh. Op de lijn, hè? Ja, echt op de lijn weg al. De ouders van Rewan hoop je dat haar zoon nog een skofke dicht bij haar in de buurt bloeit. Ja, ik denk dat ik het ook het liefst heb. Want ja,
naar huis, je gaat naar huis, je hebt mama's eten weer en je kan weer lekker op je eigen bed slapen. Dat is toch anders dan dat je ergens aankomt en je moet je alles zelf doen en je mist je moeder. Ja! Oeh, weer man! Ah! Niet te geloven, man, niet te geloven, niet te geloven. Uiteindelijk wordt Rewan wikselen. Het staat nog 0-0 en Nederland moet winnen om naar het EK te gaan. Er worden meer risico's naam. En als de wiksel er maar te krijgen had of net, op het moment dat Rewan eruit is, scoort Italië. De dream van het EK spat Udien, maar van Rewan bloedt een orendream gewoon oranje. Uiteindelijk droom ik op het hoogste podium en ik denk dat het Champions League is. Ja, dat is nogal een droom. Dan is Arsenal een goede stap, of niet? Jawel, maar je moet die wel op een goede leeftijd maken, denk ik. En maakt dat het ook zo moeilijk? Ja, natuurlijk. Het is wel aantrekkelijk. Maar ik denk dat je daar ook je familieleden voor hebt die dan de goede keuzes laten maken. Het woord is onrewan. Die het met help van zijn familie in kwarten de knoop trochhakken maat, werd zijn sportieve takomslaat.